begonnen hier. Dit is best wel. Ja joh, ik heb een kleine samenvatting voor deze wedstrijd. Nou ja, het begint echt helemaal kut natuurlijk. We na de omzetting hebben we het pot dicht gehouden. Nou ja, een paar goede goals, red me een paar goede goals. En ja, we hebben het pot dicht achterin gehouden met Zwaan op die snelle. En welke speler heeft voor jou echt nou het verschil gemaakt vandaag? Nee, dit is teamprestatie best wel. Dit is teamprestatie pik. Maar ja, Damian op een gegeven moment goed op die vent. Lekker schaven. Ja, precies, lekker schaven. Rep me nog een goede schaaf. En een paar goede goals, ja. En hoe gingen jullie deze wedstrijd in? Met zenuwen of hoe? Nee. Gewoon relaxed. Wel een beetje spanning, maar gezonde spanning. Gewoon iedere dag hashtag makje. Nou, dat wil ik niet zeggen, maar we zaten in dat het te doen zou zijn. Kampioenen! We gaan naar Emmen toe! 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 Wij gaan naar Emmen toe! Nou, wat waren uw eerste verwachtingen van deze wedstrijd? Ja, de verwachtingen waren beter dan wat we begonnen. We stonden natuurlijk vrij snel 3-0 achter. Dat was niet de bedoeling. En nou ja, hier en daar wat omgezet en daardoor liep het wat beter. Maar dat we zo snel terug zouden komen, dat had ik niet verwacht. Nog voor de rust 3-3.
En de tweede helft afmaken. Nou, helemaal top. Hè? En hoe gingen jullie de wedstrijd in? Met wat voor verwachtingen? Ja, we zouden vroeg druk zetten en we probeerden ze een beetje uit de tent te lokken. Met snelle spitsen die wij hebben. Dan de lange ballen wat diep, hard lopen. En een beetje dat spelletje. Maar dat liep in het begin toch anders. Dus vandaar dat we het doel een beetje omgezet hebben. En nou ja, gelukkig gewonnen. En hoe hebben de jongens het gedaan? Ja, fantastisch natuurlijk. He? Zo'n 3-0 achterstand wegwerken. Dat is, ik heb het nog nooit meegemaakt. Helemaal sick. Chrissy, bedankt. Oh, die staat hier.